Oké, ik ben weer terug. Ik ben iets vroeger thuis gekomen dan wat ik eigenlijk had gezegd. Het is nu namelijk, even kijken. Het is nu iets van, bijna 4:15, 4:14 eigenlijk. Dus ja. En ik ga nu even op mijn iPad een beetje Minecraft spelen. Vanavond gaan we barbecuen. En daarom hadden ze hier ook brood en stokbrood. Voor natuurlijk ook voor nog te eten. En op het strand was het wel leuk. Het was een erg klein strandje. En het was wel leuk. Alleen de stenen die daar lagen deden pijn. En er was ook zand. Dus dat was al heel erg apart. Dat, hoe heet het? Dat het niet vies water was. Maar het was gewoon heel erg helder. Toch pas. Het water was echt heel helder. Mm-hmm. En het was dus echt heel helder water, maar dat kwam ook door stenen. En het was best wel. Laat me zo hoor pas. En het was best wel een klein strandje, maar met de tijd mee kwamen er ook steeds meer mensen. En op een gegeven moment was het gewoon echt heel erg druk dat je bijna niet meer gewoon naar de zee kon lopen, omdat er echt iedereen voor zat. Beetje egoïstisch, maar ja. En er was ook de hele tijd was er een rare man. Die zei de hele tijd, banana, pineapple. En die verkocht ze dus allemaal en zo. Dat was best wel raar. En daarna, we hadden gewoon een croissantje op. Voor de middag ook en zo. En nu zijn we terug. En ik ga nu even Minecraft en straks ga ik zwemmen nog. En ja, het is ongeveer een half uurtje van deze camping rijden. Dus dat is niet heel erg lang. Het is maar iets van 15 kilometer of zo. Dat is niet heel erg lang, want je bent er echt zo. En het ligt ook heel erg dichtbij Tamariu, waar ik nog laatst heen was geweest. Dus ik zie jullie wel na het zwemmen of bij barbecue. Ik weet niet zeker of anders nog vanavond. Dus ja. Oké, het is nu 10:50. En ik ben dus nu naar het strand geweest. Daarna heb ik gebarbecued, 2 hamburgers op en nog een paar worstjes. Daarna heb ik nog gezwommen. Oh, ja? Ik moet naar bed van je moeder. Oh, daarna heb ik dus nog gezwommen. En daarna heb ik nog gedoucht. En daarna heb ik nog een klein ijsje gehaald. Ja, dat was het eigenlijk wel. En eigenlijk moet ik nu nog gaan slapen. Ik ben best wel moe, want vanochtend moesten we heel vroeg op. En kwamen we iets van iets van 3:30 tijd. Kom je maar. En dus dit was eigenlijk mijn dag. Ik heb best wel veel gedaan. Alleen, ik heb het niet echt zo makkelijk op film kunnen brengen. En dat is ook wel zo moeilijk. Maar het strand was wel heel erg mooi en zo. En